Hey, hallo en wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is Ad, Ad van Wezel. Dames en heren, Ad van Wezel. Ja, dat zegt u niks, dat zijn wij ook niks. Maar wij hebben, voordat we de podcast doen, hebben we altijd hele kleine gesprekjes. En... Uh, nou, dat is bij voorbaat, was dat al heel gezellig. En als u zich nog kan herinneren, hebben we hier een paar weken geleden uitgebreid zitten praten over de Wandelclub. En toen werd er ook in dit geval gevraagd: van, Goh, wat is nou in dit geval het meest inspirerende persoon? En daar kwam Adna voor. En voor mij zit, en ik moet dat even beschrijven. Een uh, nou ja, van, van lijf en leden, 84-jarige man, in het groen gekleed. Met ongelooflijk vrolijk overhemd daaronder en bijpassende gimpen. Daar is echt met recht over nagedacht. Maar volgens mij is zijn geest niet ouder dan 29, 28. Ad van Hart, welkom. Dankjewel. Ik mag je zeggen, neem ik aan. Ja. Heel goed. Vertel eens, wie is Ad van Wezel? Nou ja, wat je zegt, een vierde... 80 jaren, 84 jaar. In 1937 geboren in uh, de mooiste stad van Nederland, Rotterdam. Ja. En uh, daarna door het hele land heen een paar, paar beroepen gehad. Misschien komt het allemaal nog te ja. sprake. En nu, uh, uh, ja, in mijn mooiste jaren van mijn leven: uh, dat ik met pensioen ben. Totaal vrij. Helemaal vrij. En dat betekent dat je daar optimaal van geniet? Ja. Pas morgens vroeg tot s avonds laat. Dus iedere dag word je wakker en denk je, oh wat is vrijheid ja. toch heerlijk? Ja. Ja. Dat je het doen en laten kan, dat je ik kan eruit, maar het hoeft niet. Je mag gewoon blijven liggen. Je kan kijken wat doe ik, waar ga ik vandaartoe. Meestal weet je al wat je gaat doen, maar je bent echt voor het eerst van je leven vrij. Je hebt, ik heb geen ouders meer. Ik heb toevallig ook geen, ja, ik heb nou pas een partner. maar dat is een weekendpartner. Want een hele week wil ik dat niet. Ik ben in alles vrij. Als het de zon is, dan ga ik naar het strand of naar de duinen. Of altijd vrij. Of ik loop mee, met klaar mee loop mee. Heerlijk. Ja, want daar hebben we het straks even over, over de ja. wandelclub. Ja. Maar even wat ik wel interessant vind: een weekendpartner. Uh, 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 wat zijn de voordelen van een weekendpartner? Nou, weet je, dan is het bijna altijd feest. Je hebt, ik bedoel, je pardon, je, ruzie je uit, want hij gaat toch weer weg. <laughs> En dat is echt fijn. Vrijdagavond is mijn hele leven. Ik heb een stuk of vijf gehad, partners. Ja. Die vrijdagavond is echt feest. Je gaat overdag. Je zorgt dat je huis schoon is. Je koopt verse bloemen. De planten hebben water gehad. De stof is weg. En dan ga je eten kopen. Je een voorgerecht. Nee, je begint natuurlijk met een borrel. Ja, ja, ja zoals met. Natuurlijk, mijn weekendpartner begin je altijd, altijd met, met een borrel. Dat is ja. absoluut waar. Nou, en daarna ga je echt lekker een voorgerecht. Een soepje. Een hoofdgerecht. En uh, elke vrijdag ga ik naar de kroeg. Om half elf. Om half elf, dat is ja. standaard. Ja, ja, dus, op het moment, elf, de, dus op het moment dat je er niet bent, dan belt de kroegpaas op, waar blijf je? Nee, dat doen ze niet. <laughs> dat doen ze niet. Maar het is wel leuk, dan heb je wat herrie, wat muziek ja. om je heen. Je ziet mensen. Dat doen we één keer in de week. En dat is feest. En het is altijd feest geweest. Ja. Hey, even de wand, want dat is wel interessant ook voor de luisteraars... even in het niet zo vrije leven. Je vertelde net, je bent naar school gegaan. Want vroeger in de tijd waarin je bent opgegroeid... deed je hetzelfde dat opa deed, wat papa deed. Ja. Dus je bent begonnen als... Kleermaker. Kleermaker. Ja. Mijn opa was kleermaker. Al mijn ooms waren kleermaker. Mijn vader was waren kleermaker. Iedereen was kleermaker. En het was helemaal niet anders dat ik moest naar de omperschool. Ik moest kleermaker worden. Ja. En dat heb je jarenlang gedaan? en toen nee, 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 ik heb het alleen maar op school gedaan. Ja? En uh, toen kwam ik bij P.K. Kloppenburg te werken. En daar zag ik etalages. En ik heb nooit meer een naald en draad aangeraakt. Ik werd leur. En dat ben ik uh, 22 jaar gebleven. Je bent 22 jaar verantwoordelijk geweest voor de etalages van ja. P.K. Kloppenburg? Ja. 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 En vervolgens daarmee gestopt en toen? Toen kwam ik te werken in een museum. Een uh, klein museum, het Bijbelsmuseum in Amsterdam. En, en daar heb ik altijd tentoonstellingen gemaakt. Uh, die tentoonstellingen, die moest je dus als het ware met een team ja. verzinnen. Dat was het, is het allerleukste werk wat er bestaat. Het is een beetje het werk wat jullie hier ook doen. Ja. Je weet van tevoren niet waar het van achteren eindigt, je, je begint met niks. En dan heb je een idee. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, we gaan over uh, de Tempelbergen in Jeruzalem. Gaan we een tentoonstelling maken. Maar wat ga je dan vertellen? Wat laat je zien? En dat doe je met een team, en dat is echt het allerleukste werk wat er is. En uh, dat heb ik 22 jaar gedaan. In het begin alleen tentoonstellingen maken, maar op een gegeven moment wilde ik meer. Toen uh, ben ik voor 50% gaan werken en toen ben ik gaan studeren. Toen heb ik acht jaar gestudeerd. En toen was ik, had ik geen amper dus opleiding. maar had ik uh, de universiteit gedaan. en wat heb je of gestudeerd? geschiedenis. oké, okay, Oude geschiedenis. wat geweldig zeg. ja. dus op, je bent wat later uiteindelijk terug naar school gegaan. ja, 42 en ik was 50 toen was ik uh, doctorandus. oh wat goed zeg. ik ben een laatbloeiende. ja, ja, ja. nou, maar ik bedoel, even, dat is, aan de ene kant is het wel gaaf dat je nog steeds je dromen kan volgen, ja. want dat ja. heb je gedaan. ja. Dat heb ik gedaan. Dus vervolgens gestopt bij het museum? want Het museum stopte? Of? Nee, ik ben van, vanuit het museum met pensioen gegaan. Oké. Okay. Toen had ik 49 jaar gewerkt. Ik was 65 jaar oud. Ja. Het was gek. Ja. Het eerste jaar is uh, moeilijk. Ja. Want ik miste de contacten. Met mensen. Uh, ik leidde ook mensen rond op tentoonstellingen. Ja. Ook het idee dat je, dat je moet verzinnen. Dat je creatief bezig bent. Dat moet je allemaal opnieuw vinden. In ja. de tijd dat je met pensioen bent is alles ineens anders. Want niets moet meer. Het zijn ja. allemaal dingen die je mag. Ja. Dat is een groot verschil. Maar dan ben je op een gegeven moment dacht je ik zie het licht. Ik ga nu van iedere dag genieten. Ja. Ik hoef niks meer. Dit is de mooiste tijd van mijn leven. Ja, Dat is het ook. Het is het ook. Er zijn natuurlijk kleine dingen. Uh, het gezicht wordt minder, het hoor wordt minder, alles in je lijf wordt minder, je spieren ja. worden minder. Maar er staat ontzettend veel tegenover. Maar volgens mij wordt jouw geest wordt niet minder. Nee, dat is het leuke. Ja. Dat is het leuke. Ik, uh, ik, ik zou bijna willen dat ieder mens een creatief beroep heeft, of een deel van zijn beroep creatief is. Want alles wordt minder, behalve de creativiteit. Wat grappig. En ja. hoe uitzicht dat? Nou, het uitzicht in alles. Of dat nou is Ik kijken, als ik loop hè, met, uh, ja? met de wandelclub. Het uitzicht in alles. Het is, er zijn mensen die lopen en niks zien. Ja. En dat, dat creativiteit is er altijd. Ik bedoel, ik, ik heb pas een nieuwe vriend. En wat vindt hij nou zo leuk aan mij? Dat ik lekker kook. Maar vooral hoe ik de borden opmaak. Dat vindt hij een feest om naar te kijken. Kijk. Het kost geen moeite. Nee. Maar dat is denk ik ook wel. Ik kom toevallig van achtergrond uit de horeca. En dat vond ik per definitie het leukste. Sterker nog, ik denk dat als je iets minder kan koken en het bord nog mooi opmaakt. dat iedereen, in ieder geval, iedereen het nog lekker vindt. Ja. Laat zo zeggen, dat zegt mijn vrouw in ieder geval. Ja, uh, in die zin. Even, ja, wat de Wandelclub. He, wat, dat, dat is de link waarvoor je hier zit. Ja. Wat is er zo leuk aan die Wandelclub? Nou, ten, ja wat. Ten eerste heb je het nodig om afspraken te maken in je leven. Ja. Waaraan je je houden moet. Oké. Okay. En als je lid bent van een club, moet je erheen. Ja. En dat is een soort verplichting voor jezelf. En dat is voor mensen die bij pensioen zijn: is het heel goed om in de week dingen te hebben waar ze naar uit kunnen kijken. Je moet er moet een regelmaat in zitten. Oké. Okay. Een, een probleem is voor een hoop mensen van mijn leeftijd is dat ze eenzaam zijn. Ja. Nou, ga naar een wandelclub toe. Dan heb je in ieder geval. Ik ga er twee keer in de week heen. Ja. Twee keer in de week ben ik zeker niet eenzaam. Je praat met die mensen. Want behalve wandelen praat je ook. Je ziet ze. Dus. Uh, en. Je moet bewegen. Ja, dat, dat weten we wel. Maar je moet echt bewegen. En om te bewegen moet je dingen hebben. Je hebt daar hulp voor nodig. Je kan niet alles zijn. Je kan een heleboel uit jezelf bij. Je hebt echt hulp nodig om te doen. En dat doet die wandelclub. Dat betekent echt veel voor me. Dat betekent, en welke dagen doe je dat? Ik doe het op zaterdag en op maandag. Op zaterdag en maandag. Ja. En met hoeveel mensen ben je er onderweg? Nou, dat is, dat is wisselend. Dat is tussen de drie en de, en de twintig. Zeg maar. Maar daar zitten inmiddels ook vrienden tussen, of niet? Midden of meer wel. Midden of meer wel. Het, ik zie ze niet buiten de wandelclub. Oké. Okay. Precies, alleen daar. Maar dat betekent dat de gesprekken gewoon, oh, eh, onder, als je aan het wandelen bent, zijn net zo intens. Ja, mooi. Ja, net wat wij doen. Ja. Dat kan je ook. Wij zouden kunnen wandelen samen. En ja. dan kan je ook zo'n gesprek hebben wat we nu hebben. Ja. Wat leuk zeg. Ja. Dus jij, dat is wel iets wat je ook, wat je ook tegen, tegen mensen zegt die, die eenzaam zijn, dat zei je er net al. Van sta op en ga iets doen. Zorg ja. er wel voor dat er vaste. Aan, aan eenzaamheid kan je iets doen. Ja. Kijk, voor mij is het makkelijk. Ik ben extrovert. Ja. En uh, dat is een, een eigenschap die is wel eens een aandelen, want je loopt het vlug op. Maar het is vooral voordelig is dat je praat met mensen. Maar ik zou iedereen willen zeggen, als je eenzaam bent, doe er wat aan. Ja. En doe het zelf. Ja. Je kan zelf dingen doen. Ja. En je zei er net even in die zin daarvoor, dat vond ik wel heel erg mooi. Het was een klein tussenzinnetje, maar goed. Je zei van ja, ik ben extravert en dat is, dat is vaak een voordeel, maar soms ook een nadeel, want dan loop je het op. Ja. In welke zin? Omdat je, omdat je op mensen en dingen afstapt. En mensen schrikken daar ook van. Ja. Niet iedereen kan dat. Nee. Niet iedereen. Je, ik kan zeggen tegen iemand: Oh, ik vind je zo leuk. En niet iedereen kan complimentjes krijgen. Dat is. En dat is lastig als je het hebt. Het is meestal een voordeel, maar het is ook wel een beetje lastig. Maar je gunt het wel iedereen, die ja. extravertheid. Ja. Want het maakt het leven natuurlijk gewoon leuk. Ja. Ik gun iedereen een leuk leven. Ik ben ook blij. Mensen met een leuk leven. Ik, als mensen, dat kan je aan hun gezicht zien, ja. het niet naar hun zin hebben. Heb ik toch altijd de neiging om voor ze te gaan koken. Of, <laughs> of Weet je wel? Ja, ja. Omdat het gekke is. Dingen die ik leuk vind, dan denk ik ook dat andere mensen het leuk vinden. Ja. Maar dat is niet altijd zo. Ben je altijd zo optimistisch geweest? Ik denk van wel. Ja. Ja. Ik denk van wel. Ik, ken, ik heb een broer die is uh, ochtendziek. Dat, dat, dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Daar nee. kan je niks aan doen, maar ochtendziek, te begin je de dag al. Ja. Als mijn moeder zijn kleren niet in volgorde had, dat, die lag de kleren voor mijn broertje in volgorde, als ze in de foute volgorde te stampen. Oh, echt waar? Ja. ja. Ja, nou, dat ja. heb ik zelf ook nu nog nee nou, gek. <laughs> maar je bent altijd. Je, dat optimisme is daar altijd, er altijd. Hij heeft daar altijd in. Wat je zei er net maar je bent in 1937 ja. Ben je geboren. Ja. Dat, dat, dat is. Dat is je, je hebt Rotterdam, waar je vandaan komt en waar je volgens mij hartstikke trots op bent, ja. eh, uh, uh, leren kennen in, nou ja, in, in naoorlogse tijd. Eh, je hebt ja. in de oorlog dan gezeten. Ja. Ik bedoel, even, dat waren een stuk mindere tijden. Nou, voor een kind minder dan. Ja dan Voor volwassenen. Ja. Je hebt geen verantwoordelijkheid voor ouders, is de rottijd geweest. Ja. Er was geen eten, er was niks. Nee. Voor een kind niet. Want hoe leuk zijn marcherende militairen? Een kind weet niet dat dat Duitsers zijn, nee. of zijn dat die fout nee. zijn. Ja. Dat moest je verteld worden. Maar het is wel lekker om achter marcherende militairen te lopen. Dus ja, het ja, ja. was natuurlijk ook een spannende tijd, de bevrijding met Amerikanen en Engelsen. En daar kreeg je snoepjes van en, uh, en dat soort dingen. Het is, voor een kind is het heel, ja? heel anders voor volwassenen. Ja, het. Dat nou, ik deel het je mening wel. Ik wel aardig. Ik heb wel een lange tijd in het ziekenhuis gelegen. En als ik dat dan vertel aan mensen, dan zeggen Oh, wat lullig, oh, wat lullig. Terwijl voor een kind in een ziekenhuis liggen is de tijd van zijn leven. Ja, ik krijg allemaal handig. Ja. Ik heb iedereen aandacht. Absoluut, iedere dag cadeaus. Je ja. kan het zo gek niet bedenken. Ja. Een belletje ja. aan het bed waar je op drukt. en daar kwam er iemand. Ja. Dus in ja. die zin heb je een hele andere beleving. En het is wel mooi dat je dat zegt. Ja. Ja, ik heb het. Het is, het, is, het is heel raar. Over die Tweede Wereldoorlog. Die heb ik meegemaakt. De laatste jaren natuurlijk bewust. Het was acht ja. jaar toen de oorlog was afgelopen. En. Uh, nou, zit ik bij een groep van oudere hobo-mannen en vrouwen. Dat heet de Pink Society. En die worden op scholen uitgenodigd om daar voorlichting te geven. En ik zit daar aan een tafeltje. Dan krijg je dus uh, om het kwartier krijg je vijf leerlingen om over homoseksualiteit te praten. Het zijn leerlingen van wat waren ze, uh, tussen de 11 en de 13 of zo. Ja. Heel interessant is dat meisjes zijn er wel in geïnteresseerd. Jongens helemaal niet op die leeftijd. Helemaal niks. Waarom kwamen die jongens toch op mijn tafeltje? Die kwamen daarop die 1937. Oh, meneer, u heeft de oorlog meegemaakt. Ja. Die waren veel meer geïnteresseerd in die Tweede Wereldoorlog als in homoseksualiteit. Ja. Ja. En daar heb ik hetzelfde tegen gezegd. dat is een grote teleurstelling voor ze. Dat, je, dat ik als kind dat eigenlijk gewoon nam zoals het was. Ja, ja, ja. Maar dat zegt natuurlijk wel wat over je persoonlijkheid toen al. Dat bedoel... zou kunnen, ja. Want dat is, hij, je schrikt heel even, maar uh, dat was geen wave. Dat was ook geen juichen. Maar Richard gaat heel even aan dat we nog tien minuten hebben. Oh, en ik ja. was dat vergeten te vertellen. Dus maar ik ja, zag dat ja, je, ja. Ja, maar er gebeurt niks, hij blijft rust. Dus we, dus we beginnen nu aan het toetje. <laughs> ja, nou ja, aan het laatste deel van je pensioen. Dat is voor jou namelijk ook een toetje. Ja, dat, Wel, is, echt ah, toetje, ja. Ja, dat is echt een toetje. Maar uiteindelijk zegt dat dan gewoon dat je, dat je op die manier natuurlijk anders naar het leven hebt gekeken. In de periode dat je begon na te denken over die oorlog. Van ja, want er zijn ook mensen, kortere lontjes, die dat als verschrikkelijk hebben ervaren, om het zo maar te zeggen. Ja, maar, maar aan ieder karakter zit ook een andere kant. Ja. ja. Ik ben altijd depressief geweest. Ja. Oké. Okay. Ja, ik een paar keer voor in het ziekenhuis gelegen, slaapkuren gehad, ja. twee zelfmoordpogingen. Ja. Aan de andere kant van diezelfde optimisme zit een andere kant. Ja. Maar dat, heb je dat dan achter je gelaten of neem je dat ja. de rest van je leven nog mee? Nee, helemaal achter me geraakt. Dus je, er is iets gebeurd in jouw leven waardoor dat optimisme nog groter is geworden. Dat positivisme. Ja, ja en dat is toch door, uh, uh, door therapie. Oké. Okay. Ik heb een fantastische therapie, jarenlange therapie gevolgd. Ja. En uh, daar is een andere altijd uitgekomen. Ja. Ook lastig. Ja. Want... Voor mijn vrienden was dat moeilijk. Ja. Want ik was totaal, ben totaal veranderd door de therapie. Ja. En dat, dat, dan verlies je ook wat vrienden natuurlijk. Ja. Die dan ja. denken: dit is mijn at niet meer. Nee. Ja, dat klopt. Ja. Maar volgens mij ben je zelf erg tevreden met de nieuwe at. Ja, fantastisch. Ja. En weet je, uh, ik ben. Dat is het voordeel van oud zijn. Is dat je je eigen tekortkomingen niet meer zo erg vindt. Nee. Niks is. Nee, echt erg. Ja, ja. Als je zo oud bent, dan weet je dat je toch niet zo lang meer te leven hebt. Nou, dan zou ik zeggen: je moet alles doen wat je nog niet gedaan hebt. Maar volgens mij haal je ook alles eruit, had, of niet? Ja. Ik bedoel, zijn er nog dingen die je. Ik bedoel, even, er wordt wel eens gesproken over de zogenaamde bucketlist. Ja, maar een, een heel deel. Uh, dat gaat niet meer. Ik heb altijd naar Zuid-Amerika willen gaan. Moet ik niet meer doen. Moet ik nee. gewoon niet meer doen? Nee. En zo zijn er dingen die. die ik heb fantastisch door de wereld getrokken. Nou, laat me nu maar naar Duitsland gaan, dicht bij de grens. Ja. Niet zo ver meer. Moet ik niet meer doen. Nee. En dat is ook niet erg, omdat daar veel tegenover staat. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel dingen die ik, die ik zou willen. Ja. En wat, wat, wat zou je willen? Goed kunnen fietsen, bijvoorbeeld. Goed kunnen fietsen. En dat gaat niet meer echt. Ik ben te, te onzeker. Ja? Je stabiliteit neemt af. Ja. En daar is weinig aan te veranderen. Ja. En dat moet je dan echt goed nemen. Want het ja. is niet anders. Nee. Terwijl in dit geval wandelen hartstikke ja. goed gaat. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat hoeveel kilometer dan... loop je zo op zo'n zo dinsdag? En of... uh, tussen de zes en de negen. Zes en de negen kilometer. kilometer en de, dus 18 kilometer per, per week. Ja, nee, ik loop veel meer. Ja. Ik, heb ja, okay. me, ik heb nu ook met twee uh, twee dagen gedaan. Ik heb twee dagen 15 kilometer gelopen. Oké. Okay. Dus als 30 kilometer heb ik al gelopen. Ik loop per week. Loop ik toch wel een kilometer of 40, 50, denk ja? ik. Ja? Dat denk ik wel. Ja, 40, 40, 50 kilometer. Ja, ja. Oké, okay, ik ben al heel trots dat ik 6000 stappen per dag doe. Nou, dan zit je, dan zit je ook goed. Ja? Ja, dus. Uh, nou, dat zegt zijn. dat zegt apparaat ook. Want dan heb ik die 6000 gehaald en dan begint het te juichen. Ja, daar heb je hem op ingesteld. Ja, hè? Ja. Je kan hem ook lager instellen. Ja. Nou ja, dus dan gejuichen ja. kan je kopen. Ja, nou ja, het vervelend is wel als ik 5000 krijg kom ik op. Mijn kop, dan vind ik helemaal niks. Dan, dan zeggen ze ook foei. Nou ja, kijk het is natuurlijk raar. Maar ik kijk elke dag op dat ding. En uh, ja, ik ga desnoods. Ik doe Nederland in beweging, elke dag. Ik zou ook iedereen aanraden, doe dat. Het is een kwartiertje. Je kan dat, het... is ja, dat is met ja, ja, ongecommandeur, Ja, dat is echt. Doe dat als je dat elke ja. dag doet. Ik doe het samen met mijn vriend, dus sta maar samen te huppelen. Dus in principe doe je dat alleen op vrijdag, zaterdag, zondag? Nee, nee, ik doe het hele week. Ja, maar je bent met je vriend, of met een vriend? Ja. Nee, met mijn vriend doe ik het op het weekend. Oh, oké. Okay. En, en dan voor de rest doe ik het alleen. Ja. Ik heb het vanmorgen niet gedaan. Want ik moest ook naar de fysiotherapeut. Maar dat ga ik dan echt straks doen. Dat moet echt. Anders straf ik mezelf. Want ik drink, ik drink. En ik drink uh, wat meer dan een doorsnee volgens mij. Maar als ik dat nou niet hup, als ik niet huppel, dan mag het niet. Weet je wel. Oh, serieus? Je, je, ja, ik je straf, straf ook mezelf. nog een straf. Ja, 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 ik ben gereformeerd opgevoed. Oké. Okay. Ja, ik straf mezelf, ja. Dus op het moment dat je s'avonds zit te pimpelen. en je hebt er net iets te veel. dan moet je wel de volgende ochtend bij Olge Commandeur aanschuiven. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ik drink nooit te veel, want ik kan veel hebben. Ja. En wat is dan je favoriete drank? Gewoon een lekker pilsje of een je Jenever? Ja, dat oh, is zo ja. lekker. Nou ja, ik bedoel even in alle eerlijkheid. Ik ken dit. Mijn vader was de grootste kopsto-drinker van Nederland... Oh, Weet je, dat dat, even oh ik had een relatie met hem willen hebben. Ja, ja. ja, ja. Nou, dat, dat had prima gekund. Maar in die zin, echt altijd een pilsje. En toen, en toen hij overleed, was het mooi verhaal. Toen hij overleed, toen zaten we in de kroeg met z'n allen, met een man of 200. En bestelden iedereen een pilsje en een kopstootje. Ja. En op de, op de zijkant van de bar bleef de plek waar hij altijd zat, is de hele avond leeg gebleven. Nou, dat mogen ze bij mij ook doen. Een lekker kopstootje, oh ja. heerlijk zeg. Ja, ik drink het ook. Ja? Ja. Hey, hey, je glundert er allemaal van. Ja, ja, ja. mijn vriend ook. Ja. Daar beginnen we het weekend mee met een kopstootje. Hey, je vriend komt ook uit Alkmaar of komt hij... Nee, uit Edam. Oké, okay. dus dat betekent ieder weekend vrijdag... Ja, van vrijdag een koken, tot en met maandag. Ja. ja, en dat is altijd zo. Ja, dat is altijd zo. Dus als ja. mensen uiteindelijk nu gewoon willen aanschuiven bij je, dan kunnen ze op vrijdagavond krijg je, kook je altijd drie gangen. Ja, maar, maar uh, <laughs> op vrijdagavond zijn ze niet zo wel. <laughs> Oké, okay, heel dat goed. Dat is onze avond. Ja, heel goed. Om kwart voor elf ja. dan schuif je de kroeg weer in. Ja, ja, ja. ja <laughs> zeker, ja. ja. Zijn er nog dromen? Ja. Welke is dat? Ik zou. Ik... Ja, ik droom ervan om heel lang van mijn tuin te genieten. Wat goed. Heel veel jaren. Ja. Ik heb een coronatuin. Ik, tijdens corona heb ik de hele tuin veranderd. De voortuin, de achtertuin, de zijtuin, is dus alles veranderd. En ik ben zo benieuwd hoe dat wordt. Dus die wil ik zien. Ik wil zien hoe die wordt. Dus even, jij hebt de eerste coronatuin. Van Nederland. Ik vind het wel een mooie naam ook. Ik ja. zou bij, ik ga, we gaan de trosses bellen om te vragen of ze dan opnames kunnen maken van een coronatuin. Ja, ja. geweldig. Ja. Dus dat heb je allemaal gepland. Dus jij wil gewoon het resultaat over twee, drie jaar zien. Ja. Wat al die efforts zijn die je daarin hebt gestoken. Ja, ja. dat is een leuk, leuk levensdoel. Geweldig zeg. Ja. Geweldig. Hey, tijd gaat altijd sneller. Hè? Zijn, wat is jouw levensmotto? Ik vraag me af of ik een heb, de boeken ter plaatse verzinnen. Kijk vooruit. Kijk vooruit, wel mooi. En als je nou even in jouw directe omgeving iemand moet zeggen die ook een lange lont hebt, waar je zo, die altijd optimistisch is en positief is, wie is dat dan? Oh, dat is mijn huidige vriend wel. Ja? Ja. Ja. En die heeft toch een paar nadelen. Oké. Okay. Maar dan moeten we die nadelen wel even benoemen, natuurlijk nog, of niet? Of? Nou ja, hij is ADHD. Hij is een verschrikkelijk drukke man. Oké. Okay. En ook druk in zijn hoofd. Oké. Okay. Dus ik, die druk ben, moet hem kalm maken. Op zich, nou ja kunnen we daar niet een real life show van maken? Dan weet je, want ik bedoel, misschien is dat wel aardig om daar dan een leuk programma van te maken. Dat jullie in het weekend worden gevolgd hoe een druk te maken een ADHD'er uh, rustig houdt. Ja, 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 dat kan. Wat mij betreft. Of oh, het zo leuk? Vinden? Vraag ik maar. Hey, ik, wil je, ik wil je echt oprecht bedanken. Kijk, normaal het gaat het altijd veel sneller dan dat ik je denkt. Maar wij kunnen volgens mij wel uren nog praten. Ja hoor. Het is echt geweldig hoe je in het leven staat. Groot compliment. Ik vond het advies naar nou, mensen die in een soortgelijke situatie... vond ik ook heel erg mooi. Mijn moeder is 82 die heeft op dit moment ook wel wat last in dit geval met durven fietsen en al dat soort zaken heeft door corona best wel wat eenzaamheid gekend. Haar knie is helemaal kapot, wat er ook in dit geval beperkt. En je ziet dat ze wel met alle geluk van de wereld haar leven weer oppakt. Ze kan weer naar de loterijclub, ze kan weer dat, ze kan weer zus. En je ziet haar op dit moment weer opbloeien. En dat is wel heel mooi om te zien. Ja, doen. Absoluut. Dus ik wil je daarvoor danken. En ik wens jou heel erg veel succes. Ik ben heel erg nieuwsgierig geworden naar jouw coronatuin. Dus de kans dat wij nog een keer contact hebben... dat ik kom kijken naar die coronatuin is uitermate groot. Uh, uh, dus dan weet je dat. Uh, Dank je wel. Heel Heerlijk. veel plezier met alles wat je doet. Maar volgens mij uh, hoef ik dat er bijna niet te zeggen. Dank voor je komst. En uh, wij gaan elkaar absoluut nog wel een keertje treffen in het Alkmaarse. Dankjewel graag. Nou, Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer waarin we weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.